hufterigheid. Waar komt het vandaan en wat kan eraan gedaan worden? En de man die er iets aan gaat doen is de minister van Binnenlandse Zaken, Johan Remkes. U bent zelf natuurlijk ook een publiek persoon. Maakt u ook wel eens wat mee? Ja, net nog in de kleedkamer. Het enige wat ik vraag is een glaasje reine klauwde en iets van een snoeperijtje, een zakje treats of een reder. En daar begint het al. Praat zo verder. Gaan even kijken naar de reportage. Je moet je voorstellen dat je ergens komt, waar een kat aan is komen lopen. Nou, de kat ziet er verder goed en gezond uit. Wij hebben geen ruimte, dan schrijven we netjes op, daar en daar loopt een kat. Maar we laten hem lopen, want wij hebben geen plek. Dan wordt hij in een korfje gestopt en dan staat meneer Remkes met dat korfje boven zijn vijver zo van... Hé, je neemt hem mee of ik laat hem nu in die vijver zakken en ik verzuip hem. U hoeft er niet tussen. Meneer Remkes, doe nou even rustig. U blijft van mij af. U bent de buurman van de heer Remkes. Scheldt hij u elke dag uit? Bijna wel. Er gaan maar weinig dagen voorbij dat je niet wordt uitgescholden. Laten we het even normaal oplossen, hè? Kom op. Laten we het even normaal oplossen. Kom op nou. Minister Remkes, wacht nou even. Ja, meneer Remkes, wat denkt u als u dit allemaal ziet? Ik was net terug van vakantie. Ik stond postbus 51 te legen. En ik was nog geen minuut weg. Staat die geblondeerde kurt daar met die wielklem te prutsen. Ja, dan bent u bij mij aan het verkeerde adres, meneer Pauw. En breek mij de bek niet open over die thee van het dierenasiel. Het is toch te gek om los te lopen dat... Juist de mensen waar je op moet kunnen rekenen als het moeilijk is... zich er met een Jantje van Leiden proberen af te maken met zinnen als... Goedenavond meneer Remkes, wilt u even plaatsnemen in de wachtkamer? Dan wordt u zo snel mogelijk geholpen. En hoe gaat u dat concreet bestrijden dan? Om te beginnen zou ik terug willen komen op het feit dat ik geen snoeperijtjes in mijn kleedkamer heb gevonden. En ik vind die vrouw van de Griem ook maar een pannenkoek. Dit was Nova. Morgen is er Buitenhof. En dan is er een debat in Buitenhof tussen minister Verbonk en de Amsterdamse wethouder Ahmed Abutaleb. Precies die waar ik het over heb. Abutaleb. En u kunt niet eens fatsoenlijk een naam uitspreken. En maandag is er weer een Nova. Journalist. Goedenavond. En ook kunt u het licht wel uitdraaien, meneer Witteman. Maar zo makkelijk komt u niet van mij af. En ik zal ook zeker contact opnemen met...